Ja, tweede dag Keulen. Voor ons het was een rustige dag, want normaal was het ook vandaag de dag dat Electronic Arts een persconferentie heeft. Maar die is geskipt. Maar die dachten ze, we doen nog gewoon lekker woensdag. Ja. Nou, dan hebben wij meer tijd, want pas vanavond laat op de dag hebben wij de persconferentie van Sony. Ja. Maar we hadden nog een missie. Want... Tijd die we nuttig hebben besteden. Ja, maar jij was de enige die geen zwembroek had. Kijk, dit is een zwembroek, weet je zo'n ding. Oké. Die had jij dus niet. Nee. Ja, en daardoor moesten we dus hartje Keulen in en dat is voor ons gelukkig met dit hotel lekker vlakbij. Dus ik zei net al tegen jou, dat ben ik ook op begonnen in een Lady Pinpas en nu die zwembroek, het gaat lekker. Dus net niet of meer met een klein kind onderweg mee. Het mooie was het nog, jij ging je zwembroek aan doen. En ik had nog een hele mooie speedo voor je gevonden. Ja, weet die... jij ging omkleden, hè? Ja. Wij gaan verder. Lekker verder lopen. Ja, maar want ik zag in mijn ooghoek leeg ook. Ik vond het altijd wel leuk, weet je. Ik ging erheen. Jij kwam een pashoekje uit. Ja, ik zag niemand. Nee. Ja. Dus we hadden je lot overgelaten. Toen dacht ik, nou ja, uiteindelijk ben je naar de setting geweest, toch? Nou ja, gewoon even naar de gamesafdeling helemaal naar boven. En dat is een Jezus groot gebouw. Ja, fucking groot. Fucking groot. Dus ik denk, nou, ik ga je niet overal zoeken. Ik ga gewoon naar beneden een lekkere cappuccino drinken. Toeristentip, als je naar Keulen gaat, moet je ook wel even naar de Kaufhof. Kaufhof. Wat zie je de Kaufhof dan? Ik vind het wel mooi in het Duits. Het is altijd van Koophof. Oh, dat zie je dat. Daar waren we. Dat is de naam van het winkelcentrum. Daar waren we. Dat was de Kaufhof. De Kaufhof! Ja. Nee, maar... Hij was gewoon naar buiten gegaan, ja. Wij wisten niet waar je was, kon niet bereiken. Hier zit gewoon lekker aan je cappuccino. Ja. En ja. Geslaagd, hè? Missie geslaagd. Oh jee, ja, jongens, bereid je ogen voor. Ik waarschuw alvast. Maar het is gelukt. Het is gelukt, ja. De unboxing. De unboxing. Van de zwembroek. Ja. Turn down for what? Ja, dus jij bent nou gewoon zwembadproef. Zwembadproef, ik ben zwembadproef. Dus ik ga hem ook omkleden. Gehen into the water. En dan gaan we lekker verder het zwembad. Lekker even relaxen en dan kunnen we naar en vanavond naar Sony. Yes. En dan gaat het morgen beginnen. Ja, dus helemaal klaar. Yes.